David Abiyamofo, NH-minister, die heeft er woensdag antwoord moeten geven op tal van vragen van journalisten. Dat gebeurde voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering. Zo is er aan de minister vragen gesteld over de heersende situatie bij de energiebedrijven Suriname tussen de directie en de bond. Verder over de prijzen van de stroomtarieven, de gascilinders. En verder is er ook aan de minister vragen gesteld rond de stuwdam, hoe het zit met de reguliere controle en tal van andere zaken. U hoort NH-minister David Abiyamofo. Minister, ik merk dat het een never-ending story is bij de EBS. We zien dat de spanning tussen de bond en de directie er nog steeds is. U als minister, hoe gaat u dat allemaal aanpakken? Dus is in de regeringstop daarover gesproken. En ik denk dat heel binnenkort, als ik het goed heb morgen, dat beide partijen, de directie, let wel, ik zeg de directie, ik zeg niet Leo Brunswijk. Ja, want ik denk dat onterecht de focus is op de persoon van Leo Brunswijk. Je moet weten dat EBS 4 directeuren heeft en altijd alle correspondentie, ja, heeft de totale directie getekend. Dus alle 4 de directeuren. Dus de directie wordt uitgenodigd door de president en de vicepresident. En daarna wordt de persoon van Marciano Hellings dan ook gehoord. En u begrepen wat zijn ontslag is teruggedraaid naar schorsing? Dus de details heb ik niet, dus ik zou we willen adviseren dat we afwachten wat het resultaat zal zijn van de gesprekken die door de regeringstop, de president en de vicepresident gevoerd zullen worden, wat die zullen opleveren. Die zullen blijven stijgen elke 3 maanden toch? Dat is het besluit genomen een tijdje geleden en dat zo is het in de implementatie, in de uitvoering. Ja. En ik was ergens toe voor de BTW-berekening op de energietarieven. Ja, klopt dat? In de BTW-wet is energie niet uitgezonderd. Dus niet uitgezonderd. Ja. Dus er is sprake van BTW, ja. 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 En dat het extra doorberekend zal worden. Extra doorberekend? Nee, ik denk het percentage is aangegeven, dus wij houden ons. We moeten ons. Ik denk het. Wij houden ons aan de percentages zoals aangegeven in de wet. Ja, dus. Ja, natuurlijk. Als er meer water is in het stuwmeer, ja, ik ben blij. Ik denk de minister van Financiën ook. Je kan daardoor meer hydro opwekken, toch? En hydro is, als we vergelijken maken met thermisch. Thermisch is vele malen goedkoper. Ja, dus als je thermisch kan vervangen met hydro, ja, ik ben blij. En we hebben gezien dat er nu wat meer wordt opgewekt. Maar wordt wel dagelijks bijgehouden, goed gemonitord. Ja, wat de impact daarvan is op het waterniveau. Natuurlijk, wanneer je meer opwekt, stroomt er meer water uit het stuwmeer. Maar we zien dat de regens aanhouden en dat er dus ook een grotere instroom is. Ja. Hoe zit het met de activiteiten in en rond de stuwmeer? Dat is een beetje terug actueel geweest. Dat men daar
Ja. Dus we hebben een. We hebben besloten als regering om het beheer van de waterkrachtwerken, dat in goed overleg met de lokale gemeenschap te doen. Wanneer ik praat over die waterkrachtwerken, is het niet alleen de hoofddam. Veel mensen kijken alleen naar die hoofddam, maar er zijn ook een x-aantal hulpdijken. Die zijn ook belangrijk. En vanaf het begin hebben we gezegd van wij gaan geen mijnbouw toestaan in die bufferzone. Er was een issue met de lokale gemeenschap over de grenzen van die bufferzone. Als dat gebied zou zijn uitgebreid in vergelijking met wat toen werd gehanteerd door Suralco. Wij hebben de lokale gemeenschap aangetoond dat het gebied geen vierkante centimeter groter is geworden. Het gaat om dezelfde zone, hetzelfde gebied. Wat wij willen is dat het beheer in nauw overleg moet plaatsvinden met de lokale gemeenschap. Traditioneel gebruik moeten we niet uitsluiten, duurzaam gebruik moeten we niet uitsluiten. Maar wanneer het gaat om activiteiten die een negatieve impact kunnen hebben op de integriteit van die hoofddam en die hulpdammen, ja, dan gaan we dat helaas, we gaan dat niet tolereren. En hier maar over de dam praten, minister, we zitten ook met de reguliere inspectie. Want we hebben een jaar of twee geleden afgeschrikt met een bericht van mogelijke dambreuk. Hoe zit het nu? Ja, en reguliere inspecties. En dat is het probleem dat we hebben in Suriname. Wij proberen van onze kant met zoveel informatie de gemeenschap te dienen. Maar ja, volgens mij verliezen we de strijd met de sociale media. Iemand kan gewoon op een ochtend opstaan en ja, een bericht lanceren, een voice lanceren, een video lanceren en mensen gaan dat geloven. Ja, en wij komen met de juiste informatie, maar het lijkt alsof alles wat vanuit die overheid komt, dat er sprake is van wantrouwen. We hebben dat meegemaakt in die hele kwestie van cyanide in het water van Brokopondo. We hebben dat met zoveel officiële testresultaten laten zien dat er daarvan geen sprake is. Weet je? De gemeenschap is dat gaan geloven vanwege die sociale media. Ja, maar op een gegeven moment was het van waren mijn medewerkers waren bang om daar te gaan werken aan het watersysteem. Het heeft uiteindelijk geleid tot achterstallig onderhoud. En in de droge periode hebben we juist gezien dat diezelfde gemeenschap nu belt, schrijft naar de regering, naar de minister van minister, we hebben geen drinkwater. Maar het gaat om hetzelfde water. We hebben zo veel als mogelijk laten zien dat er geen gevaar was. Ja, maar er zijn videoberichten voorbijgekomen, voiceberichten voorbijgekomen, dat die dam niet langer dan 2 weken stand zou houden. We zijn zoveel maanden verder, ja, en die dam is er nog. Dus ja, het beroep dat ik vanuit deze plaats wil doen aan de samenleving is, ja, beoordeel even goed wanneer je zo die berichten ziet voorbij komen. Ja, via de app, via Facebook. Ja, wat wel op waarheid, op juistheid berust. Ja, voordat we dat gaan aannemen. En ja, waarom zouden we berichten vanuit de officiële autoriteiten, de officiële instanties, moeten wantrouwen? Ja. Wat betekent
ik denk dat het een goed moment is voor Suriname. As we speak, ik heb net mijn presentatie gehouden. En ik denk dat het een goed moment is voor Suriname om te showcase waar wij staan op dit moment. Wat is de status van ons energielandschap? Dat proberen we dan ook te doen. Wat is allemaal gebeurd na die editie van vorig jaar? Ik weet dat heel veel mensen focussen op FID in Q4 van dit jaar. Heel belangrijk. En we zien dat er steeds meer belangstelling is voor Suriname. En als we kijken naar het aantal participanten uit de regio, ook internationaal. Niet alleen om deel te nemen aan die summit, maar ook aan die exhibition. Heel veel belangstelling dus. Dat is wat we willen doen. De positie van Suriname delen met de internationale gemeenschap. Maar wij willen ook dit moment gebruiken om goede afspraken te kunnen maken, goed te kunnen netwerken. En allemaal in het belang van de ontwikkeling van onze olie en gas, onze energiesector. Vanmorgen weer het belang benadrukt van de ontwikkeling van local content in Suriname. Op welke manier kunnen onze bedrijven zo goed als mogelijk participeren, een broodje verdienen aan de ontwikkeling van offshore oil en gas. Wij ondersteunen onze bedrijven, we bieden ze de juiste trainingen aan, waarop wij focussen aan de voorwaarden, want jouw bedrijf zal wel moeten voldoen aan een set van basisstandaarden om te kunnen participeren. Dat alles proberen we onze bedrijven mee te brengen. Wij blijven ook niet zitten op het gebied van arbeid. Een workforce proberen we voor te bereiden om straks een job, een baan te kunnen vinden in die offshore oil and gas. Het vervolgprogramma van Natin is heel belangrijk in deze. Maar ook als we kijken naar de samenwerking met het Natin zelf op het gebied van curriculumontwikkeling, maar ook op het gebied van het ondersteunen van het technisch gedeelte van het onderwijs. Bijvoorbeeld materiaal voor de practicumlokalen of voor het lab. Dat zijn allemaal zaken die we doen op het gebied van local content development. Zijn we tevreden? Nee. Ja. Moeten we meer aandacht eraan besteden? Ja. En dat zullen we ook doen in de komende periode. Maar ik ben in elk geval blij om te merken dat heel veel Surinaamse bedrijven niet blijven wachten. En nu al goede zaken doen met de internationale oliebedrijven. Meester, in dat kader, wat zullen we moeten doen? Wat zou Suriname moeten doen om te voorkomen? Straks wanneer de oliedollars binnenkomen. Niet een tweede vrienden Suriname. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we een goed beleid in place hebben. En gelukkig hebben we dat. Wij hebben die strategie ontwikkeld. Belangrijk is dat sowieso je bepaalde sectoren zal moeten ontwikkelen. Je zal ook in andere sectoren moeten investeren. Je zal voor de toekomstige generaties een basis moeten creëren. Wanneer ik kijk naar onze spaar- en stabilisatie, ons staats- en stabilisatiefonds. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn. Maar ik vind, en dat is mijn persoonlijke mening, dat de
discussie over het gebruik, het inzetten, het aanwenden van de middelen uit de offshore olie- en gassector, dat we daarover als land een nationale discussie moeten hebben. Dat iedereen daarover een mening moet kunnen geven. En dat wij er naartoe moeten werken dat wij een nationale strategie daarover ontwikkelen. Een nationaal consensus daarover bereiken. Waardoor het niet overgelaten wordt aan een willekeurige regering om te bepalen hoe die middelen worden ingezet. Het is te cruciaal voor onze ontwikkeling, onze huidige ontwikkeling, onze toekomstige ontwikkeling. En ja, mijn persoonlijke mening is dat je daarvoor een nationaal dialoog moet hebben en tot een nationaal consensus komen. Ja. We zien dat de staatsorgie, die heeft er een MOU-intentieverklaring ondertekend, samen met National Energies uit Trinidad, ten aanzien van solar energy en aardgas. Wat is uw beleid, minister, ja, voor zonne-energie? Dus in feite, de nationale. Ons beleid is om zoveel als mogelijk in onze nationale energievoorziening groen te zijn. We hebben geen dramatische situatie in Suriname in vergelijking met andere landen in onze regio bijvoorbeeld. En dat komt vanwege het aandeel van hydro in onze nationale energiemix. En daarnaast hebben we in de afgelopen periode geïnvesteerd in het bouwen, aanleggen van solar farms in diverse delen van het land. Niet alleen in het binnenland, maar ook in het kustgebied. Eerder hebben wij de ingebruikname gehad van een solar farm in Nikeri. Waar 2 megawatt wordt opgewekt middels zonne-energie. Daarna in Koroni. Vorige week waren we in Brokopondo. En als het goed is, over 2 weken zijn we in Komowijnen, de Allianz, om nog een solar farm in gebruik te nemen. Eerder hadden we die zonne-energiecentrale van Pokigrom in gebruik genomen in Guyaba, maar ook in Pekinslee zijn er ook zonne-energiecentrales. 2 maanden geleden 1 grote centrale, de Puketi, ook in gebruik genomen, die een 16-tal nederzettingen van 1x24 uur stroom moet voorzien. Thans wordt gebouwd de zonne-energiecentrale van Botopassi, die een 9-tal dorpen van stroom 1x24 uur moet voorzien. En vorige maand in Washington een overeenkomst getekend met CARICOM Development Fund om 2 nieuwe centrales op te zetten, 1 op Galibi. En eentje op Kayana, om al die gemeenschappen ook van 1x24 uur stroom te voorzien. Uit eigen begroting zullen we financieren de centrale te Jumu, die al die dorpen vanaf Semoisi tot en met het laatste dorp aan de Pikinrio, ja, Dangogo. Ja. Dus al die dorpen worden van 1x24 uur stroom voorzien met hernieuwbare energie. Allemaal in het kader van ons beleid om fossiele brandstoffen zoveel als mogelijk uit te faseren. Dus los van dat de dorpen voorzien worden van 1x24 uur stroom, minister, welke andere voordelen zien we gelijk daar? Dus ik denk wanneer we kijken, naar de Sustainable Development Goals,
betrouwbare energie is doel nummer 7. Maar ik denk dat dit doel als een katalysator functioneert. Een katalysator is wanneer we kijken naar hoe het kan dienen als basis, als voorwaarde voor het bereiken van andere doelen. Ja, wanneer we praten over bijvoorbeeld gender equality, wanneer we praten over water, over ondernemerschap, over onderwijs, gezondheidszorg. Je hebt bij al deze dingen betrouwbare, duurzame toegang tot energie nodig. Dus ik, vandaar het belang ook. En als regering zeggen we van wij gaan alles in het werk doen om ervoor te zorgen dat alle Surinamers, althans overal in Suriname, er toegang is tot 24/7 elektriciteit.